VHP-parlementariër Krishna Mathura zegt dat er goed nagegaan moet worden welk doel gediend wordt met de ontwerpwet overname en overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen. Deze wet werd gisteren behandeld in DNA en handelt over buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de ten uitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland. Het heeft te maken met de bestrijding van criminaliteit, met name de grensoverschrijdende criminaliteit. De internationale samenwerking op strafrechtelijk gebied is bijzonder belangrijk, staat in de memorie van toelichting. VHP-parlementariër Mathura zegt dat wij alvast moeten kijken hoe het buitenland is omgegaan met een dergelijke wet. Als we kijken dus naar de historie, zoals dat is gegaan in andere landen, dan zien we dat in de afgelopen jaren eigenlijk een stijging is van, een toename is op het gebied van samenwerking, strafrecht en ook de criminaliteitsbestrijding. En met name specifiek de internationale georganiseerde criminaliteit, omdat met de globalisatie er een verheven vormen zijn van personenverkeer, goederenverkeer, financieel verkeer. Mensen plannen in een ander land, voeren in een ander land zaken uit, maken illegale geld en ze gaan naar landen waar eigenlijk de controle zwak is of bijna niet aanwezig is en daar wordt er geïnvesteerd. Dus samenwerking is van belang om twee redenen, denk ik, heel belangrijk. Eén is dat landen met elkaar afspreken dat we geen veilige haven bieden aan criminelen en dat ze geen ruimte krijgen om hun illegaal verdiende vermogen in andere landen te investeren. En het tweede is, denk ik, dat personen die in andere landen zijn, om welke redenen dan ook, en dat ze daar een strafbaar feit plegen en dat ze daar veroordeeld worden, dat er geen binding is met de gemeenschap van die landen en dat er is een stukje resocialisatie en dat men eigenlijk het doel, en dat is het doel van straffen ook, dat men mensen wil resocialiseren zodat ze goede burger weer worden en terugkeren in die samenleving. NDP-parlementariër Amzat Abdul geeft aan dat het belangrijk is om te weten hoe de correspondentie zal lopen met andere landen over zaken met betrekking tot de wet. Zal de correspondentie gaan via de minister van Justitie en Politie of via het ministerie van Buitenlandse Zaken? Het is goed dat we dat proces ook goed begrijpen van hoe het loopt. Want dat vind ik ook belangrijk. En dan ga u straks zeggen waarom, voorzitter, omdat ik een ander artikel heb waar ik dit gelezen heb. In hoofdstuk 2, voorlopige maatregelen tot vrijheidsbeneming. En artikel 5, dit artikel begint, voorzitter, met: voor zover een verdrag daarin voorziet. Voor zover een verdrag daarin voorziet. Voorzitter, wat ik hieruit kan halen is dat Suriname dan, ik denk, bilaterale verdragen gaat sluiten met verschillende landen. Ik denk dat het misschien ook multilateraal kan, wanneer je lid bent van een organisatie. Als dat niet mogelijk is, corrigeerde de minister me daarin. Kunnen die verdragen dan verschillend zijn? Of gaat het om standaard verdragen, voorzitter, als basis ligt voor de inwerkingtreding van deze wet. Want zoals ik nu denk is, als je dat verdrag niet hebt, dan kan deze wet niet in werking treden, ook al hebben we het goedgekeurd en afgekondigd. Aldus Amzat Abdul in DNA bij de behandeling van de ontwerpwet overname en overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen.